Welkom bij Gouden Duo's, de podcast van Centraal Beheer Zakelijk. Mijn naam is Ronnie Overgoor. In elke aflevering praat ik met een ondernemersduo en probeer ik achter het geheim van hun succes te komen. Hoe is de samenwerking ontstaan en wat is hun gouden formule? Met deze podcast willen we ondernemend Nederland inspireren en kun jij er meteen mee aan de slag. En dit keer spreek ik met Raoul Veldink en Gert IJzenga van de firma Campus. Hartelijk welkom, heren. Dankjewel. Ja, laten we eens beginnen bij die naam, Campus. Hoe kom je daarbij? Nou, eigenlijk heel simpel. Toen we begonnen, toen moesten we natuurlijk op zoek naar een goede naam. Verzin maar eens een naam waarvan sowieso de URL vrij is. Ja. Dus het was letterlijk beentje op tafel, drankje erbij en gewoon net zo lang doorpraten en denken tot er iets moois uitkomt. En Campus kwam op tafel en waar we het eigenlijk direct allebei wel over eens dat het ging worden. Oké, Campus. En zit er nog een verhaal achter? Nou, eigenlijk alleen maar een paar praktische zaken. URL moest vrij zijn. Er moest goed uit te spreken zijn in eigenlijk alle Europese talen. En er mocht wel een beetje een associatie van kamperen in zitten, maar het moest niet per se kamperen zelf zijn. Ja. En dan begin je samen te associëren van het een komt het ander en op een gegeven moment blijft er wat over. En in dit geval Campus. En op zijn Engels is het gewoon Campus dan? Ja. Super makkelijk. Ja. En wat wel leuk was, hè, van op een gegeven moment, ons bedrijf zit in Drenthe in Assen en er komt een Drenthe bij ons en die zegt, nou jongens, wat tof dat jullie een Drentse verbastering van een woord hebben gekozen. Een kampoes is blijkbaar een kampeermiddel in het oud-Drents. Ja, dat een kamphoes. Een kamphoes. Ja, dus een verbastering van kamphoes. En op zijn snel is kamphoes. Ja. Kamphoes. Geweldig. Wat dus niet zo was. Maar mooi te inhouden. Hey, we gaan in gesprek niet alleen over jullie bedrijf, maar met name over hoe jullie samenwerken, hoe jullie samen de onderneming runnen. Voordat we dat willen gaan doen, hebben we twee leuke stellingen. En dat zijn dan van die vreselijke stellingen met zo'n zwart-wit antwoord, waar het echt een onmogelijk antwoord, maar dan zijn we opgewarmd, zeg maar. Dus ik wou aan jou, Raoul, de eerste stelling, winst of groei? Groei. En dan is jouw stelling is klant of medewerker? Ja. Uiteindelijk klant. Want? Nou, dat is uiteindelijk waar je het hele bedrijf voor bouwt. Ja. Medewerker is voor ons ongelooflijk belangrijk gegeven en die koesteren we. En dat is bijna een soort van familie bij wijze van. Maar uiteindelijk zonder klanten is er geen bestaansrecht. Nee. Dus uiteindelijk bouw je je bedrijf voor een klant. Maar het tekent je dat je er even over moest puffen en nadenken. Vind ik wel ingewikkeld. Want als er iets zou gebeuren met een personeelslid of weet ik veel, dan zouden wij daar ontzettend ver voor gaan. Hoeveel hebben jullie er? Op dit moment 17 op de payroll. 17 op de payroll. Ja. Oké. 17 mensen of 17 mensen. Mensen, ja. Jij hoeft er niet zo lang na te denken over winst of groei? Nee, we zijn voor mijn gevoel nog steeds nog maar net begonnen. We zijn 5 jaar bezig. En we hebben een ambitie om een mooi kampeerbedrijf te bouwen. Ja. Dus die ambitie vormgeven vind ik veel belangrijker dan veel winst maken. Ja. Ik gebruik die winst veel liever om onze groei te kunnen versnellen. Ja, maar die maak je wel? Uiteraard. Ja, je hebt ook startende bedrijven die nog geen winst maken. Ja. Nee, we zijn een gezond bedrijf. Groene cijfers. Ja. Heel goed. Voordat we het bedrijf induiken en in jullie personen duiken als de gezichten en de eigenaren van... Tenminste, jullie zijn eigenaren ook? Ja. Ja? Okay. Ja. Nou, dat is handig. was er een leven voor Campus, wat jou betreft? Ja, zeker. En hoe zag dat eruit? Nou, mijn leven voor Campus zag er uit als freelancer. Dus ik werkte voor verschillende opdrachtgevers en deed allerlei verschillende klussen en projecten. Als wat? Als marketeer. En op een gegeven moment kwam Campus op mijn pad. En dat is op zich wel een heel leuk verhaal, hoe wij ons ook hebben leren kennen natuurlijk. Ja. We hebben elkaar in de periode voor Campus. Jij kunt best vertellen hoe jij binnenkwam bij Winnesheim en de eerste ervaring had met mijn lieftallige echtgenoot. Nou, wacht even, nu, ik hoef geen vraag meer te stellen, maar licht toe. Nee, mijn leven voor Campus bestond voornamelijk uit crisismanagement. En eigenlijk had ik twee banen op dat moment naast elkaar. Ik was en beroepsfotograaf en crisismanager. En dat werkte altijd een beetje 50-50. Hoe kom je nou aan die combinatie? Dat is een nog veel langer verhaal. maar crisismanagement, deed je dat dan interim? Ja. Oké, dus bedrijven met shit stond aan de knikker, dat rook jij op? Ja, en als mensen niet meer wisten hoe dat dan opgelost moest worden, dan werd ik erbij gehaald en dan mocht ik kijken of ik het op kon lossen. En ter ontspanning maakte je foto's?
Ja, onder andere, ja. Ja, maar niet daar dan. Ah. En toen? Nee, en op een gegeven moment had ik een opdracht bij Hogeschool Windesheim. En de eerste dag dat ik binnenkom, vraagt een medewerker, een dame, die vraagt met mij een gesprek aan. En die zegt tegen mij zo van, ik dien mijn ontslag in. Dus ik zei zo van, nou, dat is een beetje jammer. Want tegen de tijd dat de organisatie er iets aan wil doen, dan zou jij dus nu ermee stoppen. Misschien moet je het nog een kans geven. En dan op het moment dat het mij niet lukt, dan kan je altijd nog gaan. Maar dan heb je in elk geval het gevoel dat je er alles aan gedaan heeft. Ja. Nou, zij is gebleven. Dat is een ontzettend mooi verhaal geworden. Een hele mooie rol gekregen uiteindelijk. En op een gegeven moment zei zij zo van, volgens mij moet jij eens een keer een kop koffie drinken met mijn man. Want volgens mij klikt dat wel. Nou, dat was eigenlijk de eerste goed keer ingeschat. Dat wij eens rond de tafel Maar had ze zaten. Ook een soort van aanleiding? Of gewoon zoiets van elkaar gewoon eens koffie drinken? Klinkt ook zo vaag. Nee, want Raoul was op dat moment bezig met het opzetten van een festival. En had zoiets van, nou, organisatorisch misschien. En Raoul is natuurlijk heel sterk in het maken van beelden, plaatjes en het neerzetten van dingen. En ik was misschien wat beter dan in organiseren. En nou ja, het was eigenlijk bedoeld zo van, ah, kletsers met elkaar. Ja, ik weet. Plannen, organiseren en euro's. Ja. Jij creatief. En. Dus zo is het eigenlijk het allereerste contact ontstaan. Ja. En is dat festival er toen gekomen? Nee. Nee, die niet. Nee, uiteindelijk niet. Nee. Maar toen wel daar in het verlengde. We spreken hoe lang geleden? Dat is nu, ik denk dat we toch al een jaar of 8, 9 geleden dat we het erover hebben. Ja. En in het verlengde daarvan, jij was bestuurslid van Stichting Kinderrijk. Ja. Een NGO. En op een gegeven moment stopte een bestuurslid daarmee. En Gert vroeg mij toen van, hey, zou je dat niet met mij op willen pakken? Ja. Dat hebben we toen samen gedaan. Dus dan hebben we elkaar op een andere manier ook wat beter leren kennen. Ja. En vanuit die stichting hebben we samen een rally georganiseerd. In oude dacia's van Roemenië terug naar Nederland. Ook voor Stichting Kinderrijk. Ja. Toen hebben we elkaar nog wat beter leren kennen. Dat gaat vanzelf, ja. En een beetje parallel daaraan deed Gert een opdracht voor een vakantiepark op de Veluwe. En er was een moment dat het park opnieuw gepositioneerd moest worden. Toen heeft hij gezegd tegen de eigenaar van, nu moeten we Raoul maar eens even binnenhalen hier. Dus toen hebben we elkaar zakelijk wat meer leren kennen. In die periode zijn we in Roemenië terechtgekomen met z'n tweeën voor een Nederlandse opdrachtgever. Dat is wel leuk. Liepen in Roemenië een staalfabriek binnen en toen zagen we wat houtkacheltjes staan. En leuk voor in de tuin. Ja. Wilden we alleen, ja, dus hup, in de vrachtwagen van onze opdrachtgever, een paar van die houtkacheltjes mee. Een paar vrienden zagen dat en die zeiden van, jongens, toffe kacheltjes. Die wil ik ook wel. Ja, dus voordat we het wisten, ging er toch wel behoorlijk wat kacheltjes van Roemenië deze kant op. En dat was onze eerste echt zakelijke avontuur. Dus eigenlijk is de samenwerking heel natuurlijk ontstaan eigenlijk. Ja. En hoe zag die rolverdeling dan? Is dat inderdaad, hoe beschrijf je die rolverdeling het beste? Nou, ja, ik ga nu weer denken. Nee, maar heel goed. Nee, ik kan wel zeggen. Ja. Ik denk creatief en zakelijk met een gezonde overlap. Ja, ja. En ik denk dat het ook goed is om te kunnen blijven sparren met elkaar over eigenlijk alles wat er in je bedrijf gebeurt. Ja. Maar als je het zou moeten betitelen, dan is het creatief en zakelijk. Waarin een deel bijvoorbeeld aan creativiteit, onze productontwikkeling, wat een hele andere vorm van creativiteit is, dat ligt bijvoorbeeld bij Gert. Ja. Maar ons merk, onze branding, daar de creativiteit daarbinnen ligt bij mij. Ja, zegt hij het een beetje goed? Ja. Er was ook nog een Harry, hè? Ja. Ja. Kun je dat uitleggen? Want dan maken we even een bruggetje naar Campus. Ja. Ja. Want zo meteen even terug op Harry, maar misschien even kijken, want hoe komen van die spontane situatie en houtkacheltjes? Want dat is geen miljoenenbedrijf, die houtkacheltjes. Nee. Maar dat was een zakelijke speeltuin eigenlijk. Maar dat is ook wel zo'n soort leerschool. Dat je op een gegeven moment eens een keer weer achter je laptop gaat zitten en eens gaat uitrekenen. En dat je bij jezelf denkt, we moeten echt wel heel verschrikkelijk veel van die kacheltjes gaan verkopen. Willen we daar samen ooit een boterham uithalen? Ja. En dat je dan denkt, ja, dit gaat meer een hobby worden dan dat het zakelijke effect heeft. Dus ondanks dat het leuk was en we elkaar daarin ook best wel goed hebben leren kennen. Maar uiteindelijk, ja, Campus is eigenlijk ook zo eenvoudig als briljant. Mijn vrouw die zei, wij kampeerden altijd in een tentje ongeveer tafelhoogte. En mijn vrouw die zei op een gegeven moment tegen mij van, ik wil ook wel een keer rechtop staan als ik me aan ga kleden. En dan krijg je een dilemma, ja, en wat dan? Ja. De caravan was niks en was eigenlijk niks voor ons. Dat was sowieso tussen vier muren slapen op vakantie, dat was het net niet. Nee. En dan ga je zoeken in tentdoek en comfort. En nou, dan kom je op een gegeven moment langs een vouwwagen en dan denk je van, ja jongens, maar dat is oudbollig en dat wil ik eigenlijk niet. En daar voel ik eigenlijk ook niet bij thuis, maar misschien wel weer praktisch.
eigenlijk gewoon heel simpel konden niet vinden eigenlijk wat we zochten. En bij mij werkt het dan in mijn brein dan zo. Dan begint het te kriebelen en te jeuken. En dan begin ik wat te schetsen en te tekenen. En uiteindelijk teken ik de valwagen zoals wij dan zelf al zouden willen kamperen. Het begint met een tekening van het product, niet met een Excel-sheet. Nee. Excel is niet interessant op dat moment. Nee, het ging echt ook gewoon om, gaat heel vaak alleen maar om ideeën. En die heb je toen vrij snel tegen... En ja, dat ging eigenlijk een beetje... Ik zocht eigenlijk iemand die wagen voor ons zou kunnen maken. Want dan hadden wij onze ideale vouwwagen. En ons was dat... Mijn vrouw en ik. Ja, want het was Roel Nee. En eigenlijk in die tijd dat ik daarmee bezig was, liet ik ook die tekeningen aan Raoul zien. Zo van, zo zie ik dat ongeveer voor me en leuk en dergelijke. En dat was gelijk... Bij allebei wel zoiets van, maar misschien kun je daar ook wel wat leuks mee doen. Had je iets met kamperen, Roel? Kamperen en reizen, ik ben eigenlijk altijd wel op pad. Okay. Dus een goede mix tussen reizen en kamperen. Ik ben net zo lief met mijn rugzakje ergens ver weg dan dat ik met een vouwwagen op een camping sta. Okay. Ja. En waar kwam Harry in beeld dan? Nou, we hadden iemand nodig om ze in elkaar te zetten. Ja. Eigenlijk heel praktisch. Dus eigenlijk was de hele praktische insteek zo van... Okay, maar dan hebben we misschien een tekening van een product. Ik kan dan misschien sales en administratie en de business misschien een beetje opzetten. Ja. Raoul, we hadden gelijk zoiets van... Als we er wat mee willen, moeten we er een merk van maken. En niet alleen maar een paar jongens die een vouwwagen willen verkopen, maar dan moet je een merk proberen te bouwen. Dus het wordt heel logisch om dan samen met Raoul in te stappen. En op het moment dat je dan zegt van ja, maar dan willen we eigenlijk ook wel meer dan alleen maar een paar vouwwagens gaan verkopen. Dan moet je dus onderdak zien te vinden voor je productie. En dat was Harry in dat geval. En want Harry die... Harry had een aanhangerbedrijf gehad, jarenlang, 25 jaar lang zijn eigen aanhangerbedrijf gehad en had dat verkocht. En had tijd, ruimte en loods. En een grote loods. En die had ook zoiets van, leuk avontuur. Kunnen we eens kijken waar het heen gaat. Ja. Hey, maar luister, even praktisch, wat had het ding in de kern anders dan de bestaande... producten die er al waren? Nou, in de basis zitten er eigenlijk... Het verschil is, wij bouwen een vouwwagen bovenop een aanhanger en niet in een aanhanger. Dus eigenlijk de gangbare merken bouwen een vouwwagen in een aanhanger. En dat betekent dat je, vinden wij dan in elk geval, ik praat nou over eigen parochie, een aantal beperkingen hebt. Want op het moment dat je de vouwwagen in een aanhanger bouwt, slaap je in principe ook in de aanhanger, wordt je bed niet groter dan die aanhanger. En je zit beperkt qua bergruimte, omdat je de hele tent in de aanhanger vouwt. En daarmee is die aanhanger al bijna helemaal vol. Hm. Op het moment dat je dus diezelfde tent bovenop een aanhanger bouwt, is die aanhanger nog steeds helemaal leeg. Dus wij hebben gigantisch veel bergruimte. En we hebben met het hele aanhanger qua bed niets meer uit te staan. Dus we kunnen het bed eigenlijk bijna zo groot maken als we zelf zouden willen. Dus het ligt als een koning in zo'n vouwwagen. Dus er zit een bed in van zo'n beetje 1,80, 2 meter. Dus, ja, dan wordt het interessant. En het heet ook wel in de volksmond een tenttrailer. Een tent bovenop een trailer. Ja, want jullie hebben het ook het product verhipt, toch? Ja. Want ik bedoel, het was natuurlijk redelijk... Nee, maar dat is natuurlijk wel, hè. Het begint met de tekening, maar we hebben het wel bedrijfsmatig ons huiswerk wel gedaan, laat ik zo zeggen. Van wie is de doelgroep? En hoe ziet die markt eruit? En eigenlijk was de grote conclusie eigenlijk van, die markt is eigenlijk, loopt al vanaf de jaren 80 alleen maar achteruit. Het imago is al bollig, veel werk. Je wil op een verjaardag eigenlijk niet met trots vertellen dat je een vouwwagen hebt, want dan word je een beetje meewarig aangekeken. En de perceptie van heel veel mensen is dat dus nog steeds zo. Dus er is nog steeds genoeg werk voor ons te doen. Maar je ziet nu wel een trend, ook met campers en zo. Dan zie je een trend waarbij jonge gasten op pad gaan met een hippe camper en zo. Maar je hebt dan eigenlijk maar twee conclusies. Of het is een dode markt waar je niet moet zijn. Of het is een gat in de markt. Het is een gat in de markt. Ja. En op het moment dat je een product hebt wat wel aansluit bij deze tijd. En de juiste toon aanslaat en het juiste imago heeft. En wel voldoet aan wat iemand nu zoekt in een kampeermiddel. Mm-hmm. Dan ligt er misschien ook wel een enorme kans. Ja. Hey, en op een gegeven moment, dat idee ligt er. Je hebt Harry ontmoet, die heeft zijn loods. Ja. Hebben jullie dat toen geformaliseerd met z'n drieën? Ja. En als bedrijf, gewoon BV opgericht. Ja, en alle drie er even waardig in, of Harry iets minder? Een bepaalde gelijkwaardig. Bijna gelijkwaardig. Ja. En wat is de reden dat, want Harry, is Harry er nu uit? Ja, Harry is eruit gestapt en dat is heel simpel. Harry die had zijn bedrijf verkocht om wat rustiger aan te doen en eindigde met een bedrijf wat eigenlijk weer hetzelfde was als wat hij dan net verkocht had. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niet waarom hij eruit gestapt was. Zo simpel. Maar toen moest je wel uitkopen. Ja. Dat was duur. Ja. Okay. Dat doet nog pijn. Nee. Want het was goed. We hebben gezegd van toen we uit elkaar gingen van, het klinkt heel dramatisch, maar we
we willen graag, als dit klaar is, gewoon een biertje met z'n drieën kunnen drinken. En het, is voor, het was voor het bedrijf beter, voor ons drieën beter. En voor, nou, eigenlijk voor alles beter, dat wij dat onze wegen zouden scheiden. En dat hebben we op een hele nette manier hebben we dat op dat moment gedaan. Had je met de wijsheid achteraf het nog gedaan? Of had je dan de samenwerking anders vormgegeven met Harry? Om te voorkomen dat je dan weer niet uit elkaar hoeft. Want je had ook op een vrijblijvende, je had ook met z'n tweeën kunnen zeggen, wij starten bedrijven en we huren Harry en zijn faciliteiten in om ons bedrijf te bouwen. Nou, ik denk dat het op dat moment vooral heel pragmatisch was. Dus tuurlijk, met de wijsheid achteraf zou je misschien net even iets anders doen. Maar toen we begonnen was het heel simpel. We hebben ruimte nodig om ze te maken. We hebben iemand nodig die het kan maken. We hebben iemand nodig die ons merk kan bouwen. We hebben iemand nodig die het kan ontwerpen en die ons bedrijf laat rijlen en zeilen. Nou, dus... Kijk, het mooie was, ik denk dat het als in een andere, als we het overnieuw zouden doen, niet eens zo heel veel anders zou zijn. Wij konden met z'n drieën, konden wij eigenlijk alles zelf. Wij hoefden niks in te kopen. Wij ontwierpen alles zelf, we maakten onze eigen brochures, we hadden alles in huis. Dus het was natuurlijk, dus om te beginnen, was het een ideale combi. Nee, precies. Dus als Harry in een andere levensfase had gezeten en hij had zin gehad om nog eens een keer gewoon 10 jaar te rammen, dan was hij gewoon gebleven. Ja, misschien wel. Ja. En viel er een gat toen hij uit toen het trio een duo werd? Nee, dat hebben we dat gehad. Wij wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen, want dat proces dat duurt geen maand, dat duurt wat langer. Dus je kunt je voorbereiden op het weggaan van Harry. Dus daar waren we goed op voorbereid. Dus die plek is ook heel snel ingevuld daarna. Ja. Okay. En dat moest ook wel, want wij groeien behoorlijk hard. Dus daar kon ook geen gat vallen op dat moment. Want schets het bedrijf nu eens even. Waar staan jullie nu als bedrijf? Noem eens wat cijfers of wat je wil delen of mag delen of kan delen of wil delen. Nou ja, in cijfers misschien niet zo heel veel. Maar wij zijn op dit moment, als ik dat zo een beetje inschat, zijn wij het, laten we zeggen, in aantallen denk ik het grootste vouwwagenmerk, Nederlandse vouwwagenmerk. En ik denk dat wij Europees ergens in de derde plek staan. Ja, 2 of 3. Zal er ontspannen. Is het een miljoenenbedrijf? Ja. Oké. Okay. Ja. En met hoeveel mensen nu, zei je? Met z'n 18e. 18e. 17e. Ja, ja, net, en wat voor soorten mensen zijn dat? Heel verschillend. Er zitten er, jij bent er met een club van 3, met de marketing. We hebben 1 iemand financiële en administratieve ondersteuning. We hebben mij en de rest loopt allemaal in de productie en in de logistiek rond. Ja, we hebben natuurlijk een verkoopleider erbij en sinds kort. Ja. En hebben jullie de samenwerking die jullie, want wanneer is de BV officieel gestart? 2016. Ja. Hebben jullie taken of jullie rollen onderling, hebben jullie die formeel vastgelegd? Of hoe hebben jullie dat bepaald? Nee, dat is eigenlijk jullie kennen redelijk. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang en behoorlijk goed. Dus 1 blik is vaak genoeg om te bepalen of we rechts of links af gaan. Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk is dat gegroeid. En natuurlijk hebben we daar wel gesprek en discussie over. En dat het soms wat verschuift hier of daar naartoe. En als je groter wordt, komen er ook meer taken en verantwoordelijken bij. Kijk, wij kenden elkaar natuurlijk wel. Maar je hebt wel dat met, zoals met Campus. Op een gegeven moment, en ik denk dat elke beginnende ondernemer, die komt op een gegeven moment op een punt dat je, dat is een point of no return. Dan eigenlijk verbrand je al je schepen achter je. En dan zeg je op dat moment eigenlijk van, jongens, hier moet je 300% voor gaan. Dit is 24 uur per dag. Dit is waar je voor leeft, zeg maar. En daarvoor heb je eigenlijk altijd nog wel ergens een soort veiligheidslijntje uitstaan. Zo van, stel dat dit nou niet lukt, dan kan ik altijd nog dat doen. Of weet ik veel. Foto's maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar op een gegeven moment kom je op dat punt. En vanaf dat punt wordt het ook wel gewoon spannend. Omdat je met z'n tweeën ook voor de 300% van elkaar afhankelijk bent. Ja. En je moet het dan ook echt samen doen. En het is af en toe intensiever dan een huwelijk. Ja. 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 Waar merk je dat het meeste aan, concreet? Wat zijn de moeilijke momenten? Kun je er al een paar noemen? De moeilijke momenten zijn eigenlijk eigenlijk op 2 manieren. Als de overlap te groot wordt of als de afstand te groot wordt. Want als de overlap te groot wordt, dan gaan we elkaar in de weg zitten. Dan krijgen we ruzie van. En op het moment dat de afstand te groot wordt, dan worden koninkrijkjes en dan gaan we elkaar ook slaan. Ja. Want dat willen we niet. Ja. Is dat al wel eens gebeurd? Of tenminste, ik wil niet zeggen slaan zal wel meevallen. Maar slaan niet, maar wij kunnen elkaar wel in de haren vliegen. Ja, noem eens een voorbeeld waarop dat dan gebeurt. Oeh, dat is wel even, ik kan niet zo denken. Even een voorbeeld. Heb je een goed voorbeeld? Nee. Het zijn vaak hele kleine dingen, maar dan
Maar is ik het denk dat het voornaam, dan? Ja, het is voornamelijk irritatie, denk ja. ik. Op momenten dat het... Wij pieken regelmatig behoorlijk. En op die piekmomenten, zeker de eerste 3-4 jaar, dan werk je 24/7. Dat maakt niet uit. Dus dan wil je, als je ergens een route gekozen hebt voor jezelf, dan wil je niet dat die ander jou even een duwtje geeft dat je van die route af moet wijken. Ja. Omdat er gewoon ook niet meer tijd en ruimte beschikbaar is op zo'n moment. Dus dat wil dan nog wel eens van twee kanten wat irritatie opleveren. En dan? Maar, wat gebeurt er dan? Dan worden we boos. Ja. Hoe uitzicht dat bij jullie? Oh, wij kunnen echt wel serieus boos worden op elkaar. als in een huwelijk, bij wijze van. Nee, ja. Dat klinkt misschien een beetje vaag om elke keer een huwelijk als voorbeeld te nemen. Nee. Maar, zeg maar, ik denk dat dit nog dwingender kan zijn dan een huwelijk. Ja, het is af en toe dwingender dan een huwelijk. Want je kan kijk, aan de ene kant ken je elkaar door en door. Dus je weet ook waar de knop zit van die ander, hè. Gebruik van mij. Ja, en dat doe je dus soms ook gewoon. En dat is niet. Hoe zeg ik dat? Op het moment dat je wil dat het aankomt, zeg maar, dan ben je dus soms zo gemeen dat je dus ook even op die knop drukt. Ja. En dat kunnen we over en weer. En ik vind nog altijd, er zijn wel vaker dat iemand aan ons vraagt van is dat dan niet moeilijk met z'n tweeën en weet ik veel en dergelijke. En voor mij is altijd het allerbelangrijkste van, ja, wij kunnen heel goed ruzie maken, maar wat nog veel belangrijker is, wij kunnen het ook heel goed weer goed maken. Ja. Wij komen, na, of duurt het dan dagen? Wij komen dezelfde dag. We komen er altijd uit. Wij komen er altijd uit. Dag. Ja. Ja. Maken jullie ruimte voor... Voor het huwelijk voltrekt, dan heb je doet je ding en je leeft je leven. Maar je hebt ook soms echt gesprekken die gaan over de relatie. Hebben jullie dat ook? Dat jullie tijd nemen om op dit soort dingen te reflecteren of zo? Dat je momenten hebt... Nou, die tijd die namen we eigenlijk best wel regelmatig, maar door corona wat minder. En dat heeft een hele praktische oorzaak. We hebben een aantal webdealers door heel Europa. En wat we soms bewust deden en wat we straks ook weer gaan doen, is dat we bijvoorbeeld naar onze dealer in Nantes gingen, in Zuid-Frankrijk. Dan gingen we niet met vliegtuig, dan gingen we met de auto. Ja, tuurlijk. Met z'n tweeën. Dan zit je dus 12 uur naast elkaar in je eigen kokonnetje. Ja. Ja, dan is er geen ontkomen aan elkaar. Dus dan... Ja, dan ontstaan dat soort fantastische gesprekken. Ja. Dan verzinnen we nieuwe business cases en nieuwe mooie producten. Ja. En goede namen ook. Hè? Ja, bedoel, en namen. We hebben het nog niet even gehad, maar we hebben de Fat Freddy, de Lazy Jack, de Red Ruby, de Sleepy Joe. Ja, Brave Dave. Ja, ja, Fat Freddy was de eerste of niet? Ja, Fat Freddy is een tweepersoons tenttrailer en daar is het mee begonnen. En voordat ik aan dit avontuur begon, zeg maar, heb ik 1,5 jaar de wereld rondgereisd. En ik kwam in Sydney op een feestje en er was een bandje, Fat Freddy's Drop heette dat. Ja. Dat vond ik echt helemaal briljant, vond ik fantastisch. En we gingen een paar dagen later de Outback in. En mijn vrouw die kocht een cd'tje van Fat Freddy's Drop voor mij, omdat ze zag dat ik het heel tof vond. Geen FM-ontvangst in de Outback. Dus dat cd'tje werd helemaal grijs gedraaid. Toen kwam het idee van een tent bovenop een aanhanger, een tentrailer. Nou, zo gaan ze in Australië ook kamperen. Ja. Dus toen we naam aan het zoeken waren, kwam ik al redelijk snel op Fat Freddy. Dus ik leg dat een Gert voor en die zegt, doen we. Ja. Weten de Fat Freddy's ervan? Ja. Ja? Fat Freddy's hebben we ingelicht. Leuk, we kregen... slim om dat van tevoren te doen. Nee, maar we kregen... Het is wel leuk, want we kregen kaartjes voor... concertkaartjes van ons team. Voor een concert van Fat Freddy's Drop. Gewoon als cadeautje van naar ons toe. Voor ons 5-jarig bestaan hebben wij van het personeel... hebben wij kaartjes gekregen voor Fat Freddy's Drop. Wat gaaf. Dat is wel heel tof. Ja. Maar het verhaal is jouw vakgebied. Het verhaal is belangrijk. Tuurlijk. Ja, verhalen vertellen. Ja. Ja. Wat zijn de dromen, de doelen voor de komende jaren? Verbreden naar kampeermerk. En wat betekent dat? Nou, dat we niet alleen tenttrailers verkopen, maar ook caravanluifels, kampeeraccessoires en voor tent en wat er nog meer bij komt kijken. Die weg zijn we ook al ingeslagen trouwens. Dus 2 jaar geleden ongeveer hebben we in de stijl van onze luifel hebben we ook een caravanluifel geïntroduceerd. Ja. Er komen nu rap een aantal accessoires bij. En we gaan zo meteen in het vlak voor de zomer gaan we een nieuw merk lanceren. Dus ook met spulletjes voor op de camping en in de tuin. Gewoon pannensetjes en... Borden, tafeltjes, stoeltjes, een nieuw lampen. Merk. Ja. Hoe gaat dat heten? Rebel Outdoor. Rebel Outdoor. Ja. En dan zegt sommige ondernemers of investeerders, die zeggen dan focus jongen, focus. Ja. 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 Wat zeggen jullie dan? Doen we. Nee, ja, ik snap dat wel. Ja. Maar... daar spelen een paar dingen door,
eigenlijk altijd door elkaar heen. Eén, focus is belangrijk, ja. Maar daarnaast moet je ideeën ook niet allemaal gewoon maar op de plank leggen vanwege die focus. Want je moet ook gewoon uiteindelijk je hart blijven volgen, want daar zijn we namelijk ook groot mee geworden. Ja. En dus het is altijd schipperen tussen, of bij ons is het schipperen tussen het volgen van passie en het houden van focus. Ja. En we proberen allebei in de gaten te houden. En daar heb je een hele scherpe focus op, zeg maar. En daar hebben we wel hele scherpe focus op, ja. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Hey, nog twee slotvragen. Hebben jullie fouten gemaakt in het verleden, waarvan jullie nu achteraf zeggen, daar hebben we wel een lesje geleerd? Jawel, ja, we hebben wel fouten gemaakt. Maar we hebben, of wat zijn fouten? Kijk, het is... op het moment dat je een model ontwerpt en een model slaat niet aan, daar moet je ook mee dealen. Ja. En natuurlijk ga je dan onderzoeken waar zit dat in en hoe komt dat aan enzovoorts. Maar ook teleurstellingen, zeg maar. Of je het nou fouten noemt of teleurstellingen. Het zit denk ik meer in teleurstellingen dat je denkt van, geweldig idee. En, ja. het komt niet uit de verf. Ja. En, of dingen breken je gewoon vanwege de groei gewoon bijvoorbeeld wel bij de handen af, omdat er gewoon de tijd er niet voor is. Dus... ja, het is een gigantische leerschool. Ja, continu. Dat is het. Ja. Ja. Ook vaak omdat je... ons bedrijf groeit gewoon best wel hard. Dus je krijgt ook met dingen te maken. Dat je inderdaad op een gegeven moment... krijg je andere taken erbij, andere dingetjes erbij. Ja. Dus hoe ga je dan ook je tijd verdelen? Ga je gewoon puur richten, focus op groei en op het merk of andere dingen? Of ga je iemand inhuren om HR te doen bijvoorbeeld? Ja. Dus het is tot 20 vaak zeker nog, dilemma vaak van... Ja. Hoe gaan we dit nu weer doen? Ja. Belangrijke lessen nog die te leren zijn, zeg maar, voor mensen die zitten te luisteren en, zeg maar, andere ondernemers, duo's. Wat zijn, zeg maar, de gouden tips die je kan meegeven? Nou, als ik even van mijn kant kijk, zeg maar, vanuit het merk Kampoes. Je bent een nieuw merk met een nieuw product. Dus daarin ontstaat er ook wel eens hier of daar een klein probleempje. Mm-hmm. We hebben gemerkt, we hebben een hele actieve community. We hebben een hele grote groep ambassadeurs. Dus we zijn heel benaderbaar. We hebben service in heel hoog in het vaandel staan. En als beginnend ondernemer maak je vaak fouten. Maar als jij op die manier een groep mensen om je heen hebt gebouwd, mag je ook heel veel fouten maken. Die aaibaarheid gaat niet weg. Ja. Aaibaarheid is er bij ons nog steeds bijvoorbeeld. Ja, nou, die wordt misschien wel groter als je ook bereid bent om je fouten toe te geven. Ja. En daar eerlijk over. Okay. Ja. En in de samenwerking? Ik denk dat waar we het net over hadden, hè, zo van als je als duo bang bent om ruzie te maken met elkaar, dan heb je nog een heleboel huiswerk te gaan. Ja. Want dat is wel, het is wat we zeiden, het is soms intensiever dan een huwelijk. Want je bent, je komt op dat punt, hè, van dat point of no return. Ja. Zo van vanaf daar gooi je ervoor 300% stap je in dat diepe, in dat water. En dan zul je het samen moeten redden. En op het moment dat je dan elkaar nog tegen moet komen, dan denk ik dat het best wel heel ingewikkeld kan worden. Nou ja, en waar je net mee begon, denk ik, heel belangrijk. Tenminste, focus op groei en niet op winst. Ja. 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 Ja, absoluut. Mag ik jullie danken en heel veel plezier nog wensen en succes met jullie avontuur. En ik ga eens kijken, want ik zit wel een klein beetje in de doelgroep. Dank jullie wel. Ja. Ja, jongeren toch was het? Ja, van Kampoes. Dank jullie wel. Dit was Gouden Duo's. Dank voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl/ondernemen, dan vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en op naar het volgende duo.